Medeoprichter van de stichting Jongeren van Komowene, Sunaina Mohan, maakt zich zorgen over geweld tegen kinderen in welke vorm dan ook. Geweld tegen kinderen is een wereldwijde issue, maar ook in Suriname, waar vooral seksueel geweld het meest voorkomt. Uit onderzoek van het ministerie van Justitie en Politie in 2017 is gebleken dat 81% van de kinderen in Suriname met een bepaalde vorm van geweld te maken heeft gehad. Naar zeggen van Mohan wordt het moeilijk om het juiste aantal gevallen van geweld tegen kinderen vast te stellen, doordat het nog voor vele mensen een taboe is om over te praten. Er zijn cijfers. Er is onderzoek gedaan door IGSR, DNA, Anton de Kom Universiteit, UNICEF, etc. Er zijn 80 organisaties die dagelijks bezig zijn. Maar de vraag is, zijn het de juiste cijfers? Want er is ook sprake van taboe in de samenleving. Vele mensen willen niet vertellen dat er inderdaad geweld is, dat er zaken plaatsvinden in het huis of op school, wat niet goed is, niet correct is. En dan kan je niet altijd een helpende hand toereiken naar deze mensen. Maar zeker wil ik dit onderstrepen dat er veel meer moet worden gedaan. Want de cijfers liegen niet en er zijn dagelijks berichten of het in de krant is of op social media. Er is nog veel te doen. Tot slot geeft Mohan aan dat er veel meer bewustwordingscampagnes moeten worden gevoerd. Het feit dat het er is, wil zeggen dat er een fundamenteel probleem gaande is in de samenleving, benadrukte Mohan.